komen hier heel graag. De mensen zijn heel vriendelijk. Het is een heel leuke gemeente. Het was 1942. Dat was oorlog. Alles werd pikdonker. Dan kwam ik in een keer thuis en dan stond ik voor de bergstenen. En daar heb ik dan mijn moeder gevonden die helemaal bewusteloos was. En daar lag een poutrel zeggen we nu. En dat was afkomstig van de ontploffing van de fabriek. Dat was dus ongeveer 300 à 400 meter afstand van die kuil van waar de ontploffing geweest was. En die heeft mijn moeder dus zwaar verminkt en bewusteloos geslagen. En dan heb ik me beginnen rondroepen en rondlopen. Maar iedereen die je tegenkwam, die kende ik niet. Iedereen hing vol bloed. Dus ben ik toen, hè, drijven weer in ondervoet mee geweest. En dan dokter als me over dat. Ik raak me nog niet meer kwijt. En ik doe het nog allemaal, die zin ik nog als ik in Louis kom. En dat was niet meer, hè. Ik kon ze niet meer zien, hè. En ze zijn wel nog begrafenis geweest, zoveel als ik kon. Die schoot waren elke man naar zijn dorp. Want dat was toen geweldig voor die moeders. Hè. Die lagen gewassen hè, in dat school en zo. En moeders op hun knieën bij hun kind. Ik dat kan niet zeggen. Op hun knieën bij hun kind. We kregen geen cement, we kregen geen steen, we kregen geen glas, we kregen niks. We moesten zelfs gaan ijzer halen, hè, voor welsels te maken voor dat nieuwe gebouw, in Reti. We kregen niks. Ook niet van de fabriek. Hè. Als ik hè, bij u een ruit insmijt, hè, dan moet ik die vergoeden. En zelf hebben een torp lastgelegd. En zelf hebben we nog meegetrokken van oorlogsschade. Hè. De mensen in die periode, de werkgelegenheid, er was geen werkgelegenheid, het was oorlog. Ja. Er was één alternatief, na de ramp van de Tessenlo en als de mijnen in Beringen, in Heurde Zolder en in Zwartberg. Anders was er geen werk. He? Dus wat hebben de mensen? Ze hebben dan een enquête gehouden of een rondvraag gedaan, dat ze de Tessenlo Chemie in den tijd zouden terug opstarten. Maar er was geen alternatief voor werk. En wat hebben de mensen uit grote noodzaak hebben gezegd, oké, doe maar verder. Hey, ja. Maar het was, hoe moet ik zeggen... De fabriek is blijven bestaan. Hè? Ja, en de voorgeknoopte koek, hey, dat de mensen toch gezegd hebben, ja, laat de fabriek blijven. Die petitie, hè, die is op de gemeente gekomen. En op een zeker moment is er een van... De hoge mannen, die komen vragen wat dat is in te zien, wat dat mogen mee te nemen. En dat is nooit teruggekomen. En ik weet wie dat gehaald heeft. Het waren droeve tijden.